Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. Je ziet filmpjes op YouTube en er zijn natuurlijk heel veel leuke kanalen om naar te kijken. Maar onder andere kijk je bijvoorbeeld ook naar mij en je ziet allerlei vondsten voorbij komen. Hier, prachtig speelgoedpaardje. Prachtige medaille zie je voorbij komen. En zo kan ik wel doorgaan, maar daar gaat het eventjes helemaal niet om. Je kijkt op YouTube of je kijkt naar andere mensen en je ziet allerlei prachtige vondsten. En je denkt, hé, dat lijkt mij ook een leuke hobby. Lekker ontspannen, lekker buiten. Mooie schatten graven. Dan komen er wel wat vragen naar boven. En die vragen, ja, dat is natuurlijk leuk. Maar als je die online stelt, krijg je zo verschrikkelijk veel antwoorden dat je eigenlijk nog niet echt weet waar je aan toe bent. Neem bijvoorbeeld de vraag. Ik wil beginnen met deze hobby. Ik heb ongeveer 300 euro uit te geven. Wat is een leuke startersmetaaldetector? Nou, dat is al een vrij uitgebreide vraag, want ik zie hem vaker al veel simpeler. En de vraag is op zich heel erg goed. Het is heel begrijpelijk. Je wil beginnen met de hobby. Je weet wat je te besteden hebt. En je gaat gewoon tussen de kenners vragen wat het inhoudt. Wat het beste is. Alleen zitten er heel veel belangen bij. De een heeft belang bij dit, de ander heeft belang bij dat. En dan heb je nog een hele groep mensen die niet zozeer belang hebben, maar hun eigen voorkeur willen opdringen. Ik vind die het beste. Je zou deze moeten nemen. Nee, je moet die nemen. Nee, jij bent gesponsord. Nee, jij moet daarheen. Nee, die heeft echt... Je weet het niet meer. Je weet het niet meer. Wat heb je nou echt nodig als je gaat beginnen met de hobby? Lijkt me logisch, een metaaldetector. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Als je gaat beginnen met de hobby, dan wil je een metaaldetector die je begrijpt. Een metaaldetector waar jij mee om kan gaan. Ga je beginnen met de hobby en ben je echt nog onder de 10, 11? Begin dan met een echte kindermetaaldetector. En dan niet eentje bij de speelgoedzaak vandaan, maar ga naar een winkel en echt alle winkels die metaaldetectors verkopen, hebben ze. En ik heb hier een voorbeeld staan. Dit is bijvoorbeeld de mini-hoort en de midi-hoort. Die zijn dit jaar uitgekomen, maar er zijn natuurlijk voorgaande jaren ook kindermetaaldetectors uitgekomen. Neem zo'n ding. Begrijp het, leer het en ga dan verder. Ben je wat ouder, neem dan een startersmetaaldetector. Ik heb hier toevallig een Quest X5 staan. Nou, het maakt niet zoveel uit. Heel veel merken hebben startersmetaaldetectors. Die zijn goed genoeg om mee te beginnen. En waarom zeg ik dat? Want dan zeggen ze, ja, dat is zonde van je geld, want dan geef je dit uit en dan wil je na een jaar weer een nieuwe. Ja, maar als je begint met eentje die te ingewikkeld is voor je, dan ga je verkeerde instellingen gebruiken, dan ga je verkeerde dingen vinden, die metaaldetector bevalt niet, je vindt het niet meer leuk en hij belandt in de kast of op marktplaats. Begin met begrijpbare metaaldetectors. Start met iets wat je kan bevatten. Start met iets waar je mee om kan gaan. Zelfs als je niet gewend bent om te zoeken met een metaaldetector, zijn die metaaldetectors voor jou ingericht om het zo makkelijk mogelijk te maken. Waarom zou je dan een pro-metaaldetector hebben als deze zo makkelijk is? Nou, dat komt allemaal veel later. Het zijn allemaal instellingen die je zo goed kan personaliseren dat het echt jouw smaak wordt. Maar dat werkt wel als je weet wat je doet. Op het moment dat je de verkeerde instelling indrukt, dan doet die metaaldetector niet meer waarvoor die gemaakt is. Of wat jij zou verlangen van die metaaldetector. Dus nogmaals, start je met de hobby. Wil je echt gaan beginnen, gaan ontdekken of je het leuk vindt. Wat heb je nodig? Een beginnersmetaaldetector. Wat heb je nog meer nodig? Een schep. Daar kunnen we heel lang en heel kort over praten. Ik heb er niet eens eentje neergezet. Een schep is een schep. Je hebt een steel, een blad en een handvat. Voor iedereen, voor elk budget, voor iedere lengte is een schep te vinden. En of hij nou linksom of rechtsom gaat, een schep is een schep. Natuurlijk zijn er voorkeursscheppen. Ik heb ook mijn eigen voorkeursschep. Ik schep al 5 jaar met dezelfde schep. En ik weet zeker dat als deze ooit stuk gaat, dat ik exact dezelfde schep weer terugvind. Maar dat is voor het begin helemaal niet belangrijk. Je moet een gat spitten
En in dat gat moet je afonds leggen. Daar is die schep voor. Wauw. Wat heb je nog meer nodig? Een vondstentasje. Kan zijn een vondstentasje op je buik, kan vondstentas schuin zijn, kan een rugtas zijn, kan een tas over je schouders zijn, kan een handtas zijn. Van mij part loop je met een Louis Vuitton tas. Wat is de bedoeling van een tas? Ritsie open, vondst erin, ritsie dicht. Hoe moeilijk kan het zijn? Wat heb je nog meer nodig? Een pinpointer. Als je begint met deze hobby, hoef jij echt niet naar de specificaties van je pinpointer te kijken. Kies er een die je kan betalen. Kies er een die bij je past. Waar je een goed gevoel bij hebt. Wat moet een pinpointer doen? Je drukt het knopje in en op het moment dat je bij een stukje metaal komt, moet hij gaan piepen. Dat is de enige functie die deze pinpointer heeft. Natuurlijk heb je hele geavanceerde die in sterkte, in diepte, instelbaar zijn. Je hebt ze met batterijen, je hebt ze met oplaadbaar, je hebt ze met een soort van link dat je ze over je koptelefoon hoort. Je hebt ze, nou voor mij part met diamanten erin. Eén functie. Aanzetten, één pinpointen. En meer hoeft hij niet te doen. Je hebt het niet nodig, want het kan met je gewone schep. Maar het is wel heel erg handig als je een digging tool bij je hebt. Een digging tool zorgt ervoor dat als jij bezig bent met graven en het zit nog in je gat, dat je niet heel veel extra hoeft te graven, maar dat je met je puntje van je digging tool de vondst uit de rand kan halen. Of ietsje dieper kan graven. Het voordeel is niet alleen dat jij niet minder hoeft te graven, maar ook dat je minder schade maakt of minder rotzooi maakt, waardoor je daarna je gaatje weer netjes dicht kan maken. Digging tool. Handschoenen. Bouwwerk handschoenen. Gamma handschoenen. Speciale Gerrit handschoenen. Handschoenen met leer. Handschoenen met stof. Het maakt niet uit. Het enige doel wat deze handschoenen hebben is dat je je vingers beschermt. Als je in de grond gaat graven, kom je niet alleen vondsten tegen, maar je komt ook glas tegen. Dun ijzer, spijkertjes. Je kan ze gek niet noemen, maar je kan je handen openhalen. Maar je zit wel met je handen in de vuil. Dus bescherming voor je vingers, ja, is gewoon heel erg raadzaam. Hoe kom je er nou achter welke metaaldetector goed voor jou is en welke pinpointer goed voor jou is en welke accessoires je graag zou willen? Zorg dat je in contact komt met een goede dealer. Er zijn er door heel Nederland heen echt wel heel veel. Aan het einde van deze video komt een soort landkaartje in beeld en daar staan alle winkels op waar je naartoe zou kunnen gaan. En zo kan je dus ook zien waar jij woont en hoe dichtbij dat is. Al die winkels op dat landkaartje zijn capabel genoeg en kundig genoeg om jou goed te adviseren. Dan heb je al je spullen bij elkaar en dan wil je gaan zoeken en dan ga je je eigen afvragen: waar mag ik zoeken? Waar mag je wel en waar mag je niet zoeken? Je mag zoeken op de plekken waar je toestemming hebt. Nou, dat is wel een heel ruim begrip, hè? Je kan gaan zoeken op plekken waar je toestemming hebt. En waar geen toestemming is, ga je niet zoeken. Dat is een vuistregel. Hoe bepaal je die vuistregel? Nou, door toestemming te vragen of door te controleren waar je mag zoeken. En ik zal liegen als ik zeg dat ik een heilig boontje ben en dat ik altijd naar de APV's en naar de wet kijk, want het is niet waar. Maar ik gebruik wel mijn gezonde verstand. Op boerderijen, op akkers is het vrij simpel. Zorg dat je de boer te spreken krijgt. Maakt niet uit, als je niet weet van wie het land is, ga je er niet op. Je zorgt dat je de boer gesproken hebt. Hoe je toestemming vraagt, ja, dat moet je zelf weten. Ik persoonlijk stel mijn eigen netjes voor, kijk de man recht aan en vertel wat ik van hem verwacht. En dat is dus zoeken op zijn land met een metaaldetector. Ik maak het verhaal echt niet groter dan dat nodig is, want ik ga heus niet zeggen dat ik een schatzoeker ben en dat ik al zijn goud van het land wil rapen. Ik ga ook niet allerlei slijmerige verhaaltjes ophangen dat ik met rugzakken vol met troep van het land afkom en dat ik milieuvriendelijk bezig ben. Ik ben hobbyist, ik wil met mijn metaaldetector op zijn land en dat is mijn vraag.
Op gemeentegrond, ja, dan wordt het een ander verhaal. Want je gaat niet elke keer naar het gemeentehuis of een brief sturen naar de burgemeester om te vragen of je mag zoeken. Daar hebben ze een pagina, een webpagina voor, en alle gemeentes hebben dat. En daar kan je de APV opzoeken, Algemene Plaatselijke Verordening. En daarin staat al dan wel of al dan niet of je mag zoeken. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben echt niet een APV-zoeker. Ik ga echt niet elke keer als ik ergens ben kijken of ik daar wel of niet mag zoeken. Maar ik gebruik wel mijn gezonde verstand. Heb je nou een speeltuintje van 4x4 waar 20 luxe huizen en allemaal van die, hoe zeggen we dat, Zonnedaal mensen omheen zijn, ga ik daar niet zoeken. Maar op trapveldjes, andere speeltuintjes, parkjes. Als je netjes zoekt en je doet gewoon echt naar eer en geweten, gewoon je troep opruimen, je gaatjes netjes dichtmaken en je bent gewoon rustig met je hobby bezig, zal daar niemand wat van zeggen. Blijft wel altijd je eigen verantwoordelijkheid. Op het strand mag je eigenlijk altijd zoeken. Tenminste, zover ik weet. Noordwijk, Katwijk, Bloemendaal, Zandvoort. Neem de hele kustlijn, je loopt het strand op en je mag lekker zoeken. Hoe zit het dan met bossen? Dat is altijd een gevoelig onderwerp. Bossen, ja, over het algemeen zijn bossen van staatsbosbeheer. Heel veel. Niet allemaal, maar wel heel veel. In principe mag je niet in natuurgebieden zoeken. Je hoeft niet eens na te vragen of onderzoek te doen. Als er zo'n groen bordje staat met staatsbosbeheer of natuurgebied, hoef je eigenlijk al niet meer te gaan zoeken. Er zijn er natuurlijk heel veel mensen die wel in het bos zoeken. Die kan je bekritiseren en dan kan je gaan vingerwijzen, maar dat zou ik dan ook weer niet doen. Ik ben geen boa, ik ben geen politieagent. En ik blijf altijd zeggen, iedereen zijn gedrag is zijn eigen verantwoordelijkheid. Neem niet weg dat je zelf dat ook dan hoeft te gaan doen. Hey, hij zoekt altijd in het bos. Hij heeft ook allemaal kogels en granaten. Ja, dat is zijn zorg. Dat is niet mijn zorg. Ik bekritiseer het niet. Ik bekritiseer ook niet mijn buurman die structureel 110 rijdt op een plek waar je 80 mag. Mijn buurman is aardig. Mijn buurman zorgt goed voor me. Mijn buurman houdt altijd alles in de gaten en ik kan altijd prima met mijn buurman omgaan. Dus ik bekritiseer hem niet als hij ergens 10 of 20 kilometer te hard rijdt, bewust. Moet hij zelf weten, zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus als iemand in het bos zoekt, is het ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik doe het niet. Nogmaals gezegd te hebbende. Als je begint met zoeken, hè, je hebt je eerste metaaldetector gekocht, die komt met de Porsche binnen of je hebt hem opgehaald, maakt allemaal niks uit. Doet er ook niet toe wat voor merk het is. Je pakt hem uit. Hup. En je wil beginnen. En dan. Het eerste wat je doet is vragen naar instellingen. Ja, dat klopt. Ik zie het onwijs vaak voorbij komen. Ik geef er wel eens antwoord op. Ik wil altijd iedereen helpen. Dus ook daarmee wil ik iedereen helpen. Maar het is heel, heel, heel belangrijk om te weten wat die instellingen doen. Het is nog belangrijker om te weten wat die instellingen doen dan dat je instellingen van een ander overneemt. En de reden daarvoor is heel simpel. Die instellingen werken niet altijd op dezelfde plek even goed. Dus als jij iemand uit Noord-Brabant die op een zandgrondje loopt en die zegt van ik loop altijd vol met mijn sensitivity open en ik heb de discriminatie helemaal uit en ik loop altijd op die manier. Vervolgens schrijf jij dat op, je gaat het veld op en je neemt het over. En jouw metaaldetector gaat totaal over zijn nek. Hij begint omhoog en omlaag te piepen en de metertjes vliegen alle kanten op. En jij, potverdorie, hoe kan dat nou? Hij heeft geen verkeerde instellingen gegeven, maar hij heeft zijn instellingen geoptimaliseerd naar zijn omgeving. En dat zou jij dus ook moeten doen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat jij aan je buurman vraagt, hoe hard heb jij je televisie staan? Want ik weet niet zo goed hoe hard ik mijn televisie moet zetten. Oh, zegt mijn buurman, ik heb hem altijd op 25 staan. Vervolgens loop jij hier naar de televisie, je zet hem aan, je zet hem op 25 en je oorvliezen klappen er zo wat uit.
En dan zeg jij, man, wat heb jij nou geadviseerd? Je kan toch niet je televisie op 25 zetten? Mijn televisie gaat helemaal over zijn nek. Wat die buurman vergeten te zeggen was, is dat hij slechthorend is en dat hij naar een licht klassieke muziekstuk luisterde. Terwijl jij heel goed kan horen en naar een actiefilm aan het kijken was. Volumeverschil. Discriminatie. Sensitivity. Eisen. Dat zijn allemaal dingen die je kan instellen naar persoonlijke voorkeuren. Maar ook naar de omstandigheid waar je loopt. De omstandigheden bepalen de instellingen. Er zijn nog meer basisregels. Onbeschreven regels eigenlijk. Een onbeschreven regel is eigenlijk een regel die niet bestaat, maar wel al jaren wordt toegepast. Volgens de wet of volgens jouw normale gedachte doe je niets kwaad. Maar in sommige gevallen ben je toch wel behoorlijk bezig met andere zoekers aan het irriteren. En dat heb je dan zelf niet eens in de gaten. Laat me een voorbeeld geven. Jij weet dat een zoeker op een bepaald veld loopt en die heeft gepost, ik heb een prachtige munt gevonden. En jij denkt, poh, dat zou ik ook wel willen. Mooi dat ik ook dicht bij dat veldje woon. Je gaat daarheen en je vraagt het al dan wel niet aan de boer, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Jij loopt op dat veld en jij vindt ook een prachtige munt. Jij maakt een foto en die andere zoeker ziet dat jij op zijn veld die munt gevonden hebt. Wettelijk gezien sta jij totaal in je recht. Jij mag daar lopen. Jij zal het misschien wel aan de boer gevraagd hebben zelfs. En het is niet zijn veld, want het is het veld van de boer. Dus totaal niets aan de hand, zou jij denken. Dat is ook zo. Totaal niets aan de hand. Maar het heeft met een gunfactor te maken. Die jongen die daar al liep, heeft een relatie opgebouwd met die landeigenaar. Die loopt daar al vaker. Dat is een beetje zijn domeintje. Dat is net als met vissers. Dat is niet zo, maar qua gevoel is dat wel een beetje zo. Netter zou zijn als je zou vragen of je een keer met hem mee mag. Of vragen aan hem of hij er problemen mee hebt dat jij op zijn of zijn toestemming of zijn voorwerk mag lopen. Want je weet helemaal niet wat zijn toedracht daar geweest is. Misschien heeft hij wel heel veel boeken en heel veel internet speurwerk gedaan. Heeft hij een hele voorwerk gedaan om op dat veldje terecht te komen. Hij heeft geschiedenis opgezocht van die hele locatie en hij zegt dat veldje moet het zijn. Dan heeft hij daar uren werk in gestoken en jij pikt over zijn rug dan die munt weg uit zijn voorwerk. Dat is een onbeschreven regel waar je wel goed over na moet denken voordat je wat doet. Hou respect voor andere zoekers en hun locaties. En dat is dus ook hetzelfde als dat je niet over locaties praat. Tuurlijk kan je wel over locaties praten. Dat is iets heel geks wat ik nu zeg. Maar ga niet online zetten van ik zag van de week op de achterweg aan de Boterbloemendijk iemand lopen. Ik hoop dat hij wat leuks gevonden heeft. Jij denkt spontaan te zijn. Die man wil misschien wel privé blijven. En je geeft zijn locatie weg aan iedereen die ook wil zoeken. Het zijn onbeschreven regels. Volgens de wet mag het gewoon allemaal. Er is in jouw hoofd helemaal niets mis mee. Maar het is toch niet helemaal netjes. Het zijn onbeschreven regels. En zo zijn er wel meer hoor. Maar ik hou het hier even bij. Als je iets gevonden hebt wat je niet leuk vindt, dat je dat dan niet teruggooit of achter je neergooit. Zorg dat je een groot genoeg zak of tas of iets bij je hebt, dat je ook je rommel erin kan gooien. En hoe langer je zoekt, hoe leger die tas zal zijn hoor, want je gaat steeds meer uitselecteren. In het begin zal je met een bak vol met ijzer het veld aflopen. En hoe langer je zoekt, hoe minder vol die zak zal zijn. Dus de irritatiepunt zal ook steeds minder zijn. Maar zorg dat je het gewoon in je tas doet en gooi het weg. Daarmee voorkom je dat bijvoorbeeld als je op het land loopt en je vindt blik en je gooit het achter je neer en die koe eet dat op, dan doet dat schade aan bijvoorbeeld die koe. Het is sowieso beter voor het milieu, maar dat is een directe gevolg van rotzooi achter je neergooien. Als je het toch in je handen hebt, kost het net zoveel moeite om het in je zakje te doen dan dat je het weg zou gooien. Dit was een beetje
over hoe je zou gaan kunnen starten met deze hobby. Hoe je zonder al te veel strubbelingen je eigen pakketje samen zou kunnen stellen. En hoe je omgaat met bepaalde codes. Wil je nou meer uitleg hebben over metaaldetectors, hoe ze werken en hoe je zou moeten graven, hoe bepaalde metaaldetectors werken. Dus als je geïnteresseerd bent in een metaaldetector, bijvoorbeeld één die hier achter me staan, scroll even door mijn video's heen. Er staan er genoeg tussen met uitleg, met leuke zoekvideo's, met video's specifiek over een bepaald merk of een bepaald type metaaldetector. Dus er is genoeg. Zijn er nu vragen, zijn er nu video's waarvan je denkt van nou, dat zou ik graag toch nog een keer extra belicht willen zien? Leave it in the comment. Laat een reactie achter. Dat zou ik nou echt nog even graag willen zien. Dat zou ik opgehelderd willen hebben. Dan ga ik proberen om daar opheldering over te geven en een leuke video van te maken. Voor nu, vergeet niet te abonneren. We zitten bijna op de 10.000. En bij de 10.000 subscribers ga ik 3 mensen selecteren waar ik een dagje mee ga zoeken. Met een goodiebag.